vragen we mocht ze niet zeggen. Maar als ze tegen elkaar uit de gemeente altijd zeggen, dan zijn we elkaar? Ja, oh ja, we moeten naar elkaar. Mag ik je wat vragen? Tuurlijk. Dat is spannend, of niet? Ja, ik ben vanaf vanmorgen, ik krijg een hap door mijn keel en ik ben heel zenuwachtig. Ja. Ja, dat is verschrikkelijk. Maar goed, aan de ene kant heb ik er ook wel zin in, hoor. Het is voor het eerst dat ik aan zoiets meedoe. Ja. Ik heb wel zoiets van, ik ga ervoor en ook al word ik het niet, het is wel een hele leuke ervaring. En jij? Ik ga gewoon mijn best doen en dan zie ik wel. En ik doe ook gewoon een beetje voor de lol mee de eerste keer. Ja. En heb je jezelf opgegeven? Ja. Voor de lol? Ja, gewoon voor de lol. Ik sta hier ook voor het eerst in een volle kantine met allemaal missen, dus ja. Maar weet je al wat je moet doen? 2 rondjes lopen en verder weet ik het niet. Al moe van het wachten? Ja. Ja? Ik ben weer op te wachten. Ik kan gewoon komen. Hoe lang zit jullie hier al? Bijna een uur. Bijna een uur, hè? We zijn al uitgelopen. We zouden 2:30 beginnen. Jullie waren als eerste binnen, geloof ik. Het is nummer 1. En u bent? Ik ben Jelle IJsma. Jelle IJsma? IJsma. Van? Van de Stichting Jouwers van Noord. Jaarbus van het Noorden. Jaarbus van het Noorden. Oké. Dat is een stichting? Ja, dat is een stichting. Oh, kijk. 1 keer per jaar een evenement organiseren in Roden, waar een beurs bij is. En een feest is van 19 tot en met 24 september. Ah ja, en dan bij de Miss Noord? Ja, dat is de Miss Noord Nederland. Oké. Nou, lopen wel een beetje rond. Dat zeker wel. Het John, kan ze door die voordeur? We hebben vandaag 2 rondes. De eerste ronde presenteren ze zich hier kort op het podium voor jullie en voor de jury. En de tweede ronde, dan is er ook een kort interview. Dame nummer 1, en geef haar een hartelijk applaus, dames en heren, want het is best moeilijk als eerste hier op het podium. Dat is Anouk.